gaan over naar de frontvrouw van een van de bands die vanavond op gaat treden hier op de Garenmarkt. En Thomas is erbij. Ja, eigenlijk omdat ik puur de band iets beter ken dan jou, Arno, ja, door mijn gezellige zondagavondprogramma. Ja, zeker. Het is Merle die tegenover me staat van Wanted. Hi, een band die echt verschrikkelijk veel liedjes covert en meestal ook op eigen manier. En dan gelijk mijn vraag eigenlijk aan jou. Vorig jaar stond je hier, ook met de band, zelfde tijdstip, zelfde dag. Het was wel een uurtje vroeger. Was een uurtje vroeger? Ja, was een uurtje vanavond vroeger. Moet je om? 9 uur. En... heb je zoiets van, ik heb het dit jaar iets beter voorbereid dan vorig jaar? Vorig jaar hadden Carlijn en ik, de andere zangeres, hadden echt helemaal een speech voorbereid. Helemaal bedacht wat we tussen de nummers door gingen zeggen. Uh-huh. Maar eigenlijk hebben we vandaag een beetje het doel om gewoon lekker los te laten, lekker feestvieren en gewoon hop, doorgaan het spelen en gewoon mensen in de feeststemming brengen. Dat is gewoon dit jaar echt het belangrijkste. En die speech laten we gewoon een beetje achterwege. En wat denk je dat de grootste hit vanavond gaat worden die je gaat spelen? Ik denk... Ain't Nobody of Sing van Ed Sheeran. Dat denk ik. Het zijn wel echt twee van die knallers. En hoe lang mag je spelen? Een uurtje. Hebben we nog iets van die medleys waar jullie echt bekend om staan? Ja. We hebben er weer heel veel van. En een paar mashups. Ja, precies. Die passen dan zo goed bij elkaar dat we denken, we gooien ze gewoon achter elkaar. Dus weer helemaal een eigen versie gemaakt. Ik zou zeggen, pak heel even snel deze tijd. Ik bedoel, je bent nu op zender. Waarom moeten mensen hier naar de Garenmarkt komen vanavond? Omdat Wanted echt een superleuke feestband is. Allemaal jonge lui. En we spelen allemaal leuke nummers voor iedereen, voor jong en oud. Het wordt gewoon helemaal super. Dus je moet gewoon allemaal komen om 9 uur op de Garenmarkt. 9 uur op de Garenmarkt, dankjewel.